Steun de Radio Veronica, het station met alleen echte hits. Steun ADHD Glossy omdat ik zelf de diagnose sinds een paar maanden heb. En dus graag van heel veel mensen wil horen wat de gevolgen zijn. Wat je er tegen kunt doen, wat je er vooral niet mee moet doen. En ja, zo'n magazine lijkt me heel interessant om zelf te lezen. Hoe ik ADHD zou omschrijven is een containerbegrip. Dat wordt op heel veel mensen geplakt, dat label. Maar daaronder zitten natuurlijk nog allerlei verschillende soorten. Kenmerken van ADHD die ik heb zijn toch wel het heel snel denken. Dat heeft ook zijn voordelen, want daardoor zie ik heel gauw verbanden. Kan ik heel snel creatief iets bedenken, een oplossing. Of ik zie verbanden waardoor ik denk, hey, als we dat combineren komen we tot iets leuks. En de nadelen zijn denk ik in het verkeer. Ik zie ADHD niet als een belemmering. Omdat het zijn energieke mensen en die kunnen ze in de radiowereld natuurlijk goed gebruiken. Maar ik denk wel dat het in het verleden wel voor conflicten gezorgd heeft. Omdat dat tempo wat ik mezelf al jarenlang aanmeet, ja, dat houdt bijna niemand bij. En het kan ook tegen je gebruikt worden. Hè. Hoe enthousiast je ook bent. Ik sta nu weer op het punt om een mailtje te sturen met allerlei ideeën naar mijn baas. Maar dan moet ik mezelf echt afremmen. Want ik weet dat hij dan ook kan denken van ja, hallo, ik had toch gisteren ook al een mailtje van je met allerlei ideeën. Waar moet ik dat allemaal kwijt? Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Wat ik zelf graag nog zou willen vertellen is aan de jongere kijkers van dit gesprek. Dat je absoluut niet ervoor hoeft te schamen. Ik bedoel, je mag blij zijn dat het op jonge leeftijd bij je geconstateerd wordt. En dat je er eventueel pilletjes of coaching voor krijgt of allebei. Want ja, ik ben nu 38 en ik had het liever 30 jaar eerder geweten. Dan had het een schoolcarrière goed gedaan. Dan had ik een grotere vriendengroep gehad. Dan had ik misschien al heel lang een stabiele relatie gehad. Dus wees blij als het op jonge leeftijd bij je geconstateerd wordt. Want het is echt niks om je voor te schamen. Het is juist goed dat je het weet. Want daardoor kun je alleen maar je eigen talenten verder ontwikkelen op een jonge leeftijd.